Yo guys van Gamer Max, welkom bij een nieuwe Mindtopia video mensen. Vandaag zijn we weer in Mindtopia. We zijn hier niet alleen vandaag, we zijn hier met de enige echte ik, Bart. Hallo Bart. Yes, yes, yes. En jij hebt een idee. Ja, ik heb een idee. Ik dacht, er is een loterij hier in Cosmopolitan, staatsloterij nog wel. Je kan dik geld verdienen en ik dacht, zullen we wat lood gaan kopen? Maar ja, dan komt Bart hier weer, man. Die heeft een absurd idee. Wat had je bedacht? Nou, jij hebt een idee en ik heb ook een idee. Ik vond het wel leuk om de staatsloterij te overvallen. Oh. Ze hebben daar geld, toch? Staatsloten kunnen we jatten, geld kunnen we jatten. We kunnen daar miljoenen maken als ze willen. Ja, dan hoeven we gewoon niet meer te winnen. Precies. Maar ik heb alleen het pand niet gezien. Dus het zou natuurlijk kunnen dat het heel goed beveiligd is. Ja, ik weet überhaupt niet waar het is. Het is ergens bij het oude ministerie. Ik ben ook nog nooit geweest. Maar we gaan gewoon kijken. Ik neem mijn wapenstok mee. Ja, ik heb hem ook bij me. Even kijken, er is geen politie online als ik het goed heb. Volgens mij ook niet. Hier heb ik nog wat Malibu wijn, dus als we dan kunnen we snel wegrennen. Oeh. Maar die moet ik niet opdrinken. Nee, als je dat drinkt, je moet wel dorst hebben, dus je moet even niks drinken nu. Oké, dan gaan we. P2 ook zie ik. Ja, P2. We gaan er gewoon één keer heen vliegen, denk ik. Yes, let's do it. En als er iets is, politie of zo, dan gaan we gewoon normaal staatslot kopen, dat we niet opvallen. Ja, precies. Kijk, welke kant moeten we op dan? Daar ergens. Oké, volg mij. Ja. Oké. Klaar voor? Ja, go. En go. Even kijken. Even zoeken. Hier moest ergens zijn. Hier is het oude ministerie. Dat is wel, nee. Oh, wat is dit? 1-5. Is dit het? Oeh, volgens mij zijn het coins, ja. Oh, ik denk dat dit het is. Oké, ik vlieg even een rondje eromheen. Ja, dus ik zit achter. Oké, ik zie hier al camera buiten. Ik weet even niet. Even kijken. Ik heb één camera gezien. Ah, dit hangt hier vol met camera's volgens mij. Holy shit, het is heel goed beveiligd. Wow, daar een camera, daar een camera, daar een camera. Oh, ja, ik denk dat het niet zo handig is om te overvallen. Nee, dat lijkt me. Van mij mag jij het doen, maar ik doe niet mee. Nee, dat snap ik. Nee, laten we gewoon. Ja, we kunnen even binnenkijken. We kunnen wel even binnenkijken, inderdaad. Daar hangt de camera, die heeft ons nou gezien. Daar, nee. Oké, nee, dat is niet te doen. Inderdaad, er zit wel iemand daar. Kijken. Het is Hilde, die werkt hier. Hilde. Nee, hi. Hallo, zegt hij. Oh, ja, we zijn dus ook al hoi. Wacht even. Is dit nieuw? Ik ga gewoon vragen of de camera. Zijn de camera's aangesloten? Je weet nooit, hè? Misschien zijn ze nog niet aangesloten, die dingen. Gewoon een camera naast de persoon. Ja, gewoon ernaast, hè? Gewoon dat hij alles filmt. Kijk hoe goed. Heel ver. Ja, op kantoor. Ah, shit. Oh, man, nee. Oké, we kunnen dus niks doen hier. Ja, we kunnen denk ik echt niet. We kunnen geen overvaltje doen. Nou, misschien binnenkort dat we een. Ja, ook al hebben we een bivak, dan zijn we alsnog de shark hier, want ze hebben hier dikke beveiliging. Ja, straks staat er een of andere beveiliger hier ofzo, die sluit de deurtjes en dan ben je gewoon de lul. We kunnen ook niet. Nee, er zitten barriers, ik kan ook niet overheen. Er zijn echt zwaarder lul als we hier vastzitten. Ja, we gaan gewoon even lot kopen, dat we niet opvallen. Ja, inderdaad. Oké, we hebben nu al op kantoor. De camera's staan aangesloten namelijk, dus. Welkom, ik ga gewoon vragen, welk kantoor? Kom je er ook in? Ja. Hoe sluit je deze shit dan? Oeh, je kan alleen afrekenen met een pinpas. Pin, ja, daarom is het. Ja, ik weet niet. Oeh, die heb ik niet. Die heb het kantoor van mijn baas. Wie is jouw baas? Oh, nu lijken we echt op crimineeltjes. Ja, echt super opvallend wat we nu doen. Maar hij geeft de informatie ook nog. Cyber edit. Ja. Dan als we die gewoon ontvoeren. Ja, of we zetten gewoon die shit uit. We gaan gewoon naar het kantoor van hem. Precies. Dan kunnen we een keertje kijken. Nou, in ieder geval. Ja, we doen niks hoor, Hilde. Doe maar 5 loten. Gewoon even lood kopen. Ik heb mijn pinpas bij. Ja, ik zou ook wel een lot willen kopen, maar ik heb geen pinpas. Ik weet niet of ik van jou kan betalen. Dat kost 25.000, zoveel! Wat? Voor loten? 20k. Deal. Wat is de hoofdprijs? Want. Dat zou dan wel een dikke hoofdprijs tegenover staan. Ik weet niet, het staat een 850k. Oh, ja, dat is wel hoog. Dat is niks.
Dat is maar 10% van mijn rekening. Ruim je onschep, hoor. Mijn broek is niet waard. Wat een flutprijs, man. Maar als je dat zo omrekent, hè? Stel er... Of kunnen we vragen? Slash... Nou, 800.000 delen door... 805 delen door 5k per lot. Want afhankelijk van hoeveel loten ze verkopen... Kunnen we kijken, zeg maar... Wat, zeg maar, hoeveel hun in een zak steken. Ja, precies. 100, even rekenen hoor. 50k is 10 loten. Dat is 800k, dat is 160 loten als ik het goed... 165 als ik het goed heb, nee. 170. Okay. Volgens mij 170. Vijf loten per persoon. Stel, 100 mensen kopen 5 loten. Ja, dat is gewoon een dikke oplichterij. Nou, doe maar 5. We gaan gewoon testen. Ik weet niet hoe dit werkt. We gaan het gewoon zien. Dat is 100 keer 25.000. Ze steken gewoon fucking... Ja, dat is gewoon een dikke oplichterij. Het staat... Oh, wat? Oh, Dirtje. Hoe doet hij dat? Heeft hij een... Ja. Hij heeft aan hen... Oh, ik sta gewoon op de balie. Oh, ik heb een betaalverzoek. Hier, daarom kunnen we hier gewoon niet inbreken. Dat is gewoon helemaal fucking beveiligd, man. Ik heb 25.000 euro overgemaakt. Nou, het werkt volgens mij. Wat een oplichterij is dit. U mag 3 keer een nummer van 0 tot 9 zeggen. 3 keer, ik heb 5 loten. Wat is dit nu voor oplichterij? Dan kan ik toch net zo goed 1 lot kopen? Ja, dat komt per... Ja, dat zegt hij nu wel. Oké. Okay. 777 blauw. 777 is mijn geluksgetal, mensen. Lucky 7. 1 bla 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 rood. Bla bla bla, blauw. Nee, ik doe altijd 1, dan moet ik dat niet doen. 717. Wat heb ik er al? Wat hebben ze? Wat nou als je het nummer juist hebt, maar niet de kleur? Ja, dan win je dan een kleine bedrag, net als de echte staatsloterij als het goed is. Oh. Hoeveel heb ik er nou nog eentje? Even kijken, noem eens een leuk nummer op. 1337. Oh nee, dat kan natuurlijk niet. 137 kan wel. 137. Welke kleur? Of 666. Oh ja, 666. En dan rood. Rood. Voor jou. Ja, als die wint, dan... ja, echt. Dan mag jij de helft van de prijs. Oh, we gaan gewoon staatsloten kopen. Holy moly. 25k voor een hoofdprijs van... 800k. Nou, als ik niks win met 5 loten van zo'n kleine prijs, dan als ik hem gewoon op straat zie, dan geef ik hem gewoon een keer een tik. Want dit is volgens mij stikt die gast hier zoveel geld in zijn zak. Die gast heet de Cybercrits. Cyber Edits, dat is de basis. Dat is de grote baas. Die heeft dan heel veel geld. Ja, als dat is, die prijs weg is gegeven, moeten we hem gewoon... Die zit ook bij de VAR, de Belastingdienst volgens mij. Daar zit hij ook bij. Van dikke belastingvraag. Ja, het is allemaal... Heel shady. Ja, dit is volgens mij niet allemaal helemaal wit. Nou, even kijken. Nou, ik weet niet wat dit doen is, maar volgens mij moeten die loten nog maken. Zo'n slecht systeem ook nog. Ik heb trouwens geen even pinpas, joh. Ja, die moet je aanvragen bij de bank. Die duurt 6 weken voordat je krijgt. Oh, nou, dat ook weer. De normale wachttijd hoort 3 dagen te zijn, maar ik had 6 weken. Dus kun je hier uit? Nee, kan je ook niet uit. Maar helemaal niet? Nou nee, allemaal bij. Oh, hoe de fuck deed je dat dan? Oh, hij heeft niks gezien. Hij heeft niks gezien. Ah, oh, klaar. Hij heeft niks gezien. Hier kan je eruit springen. Oké. Okay. Dan weten we dat. Okay. Niet doen. Niet opvallen. Hij is bezig met die loten. Oh, dat is een goeie. Je kan er ook in, hè? Dat is waar. Dus als we met een bivakmuts komen en we overvallen hem, dan kan hij wel die postjes op slot doen, maar dan kunnen we zo eruit. Dat is gewoon niet heel goed beveiligd, dat. Alles is hier goed beveiligd. Ja, alles is hier goed met camera's behalve de balie. Echt dom. Maar kunnen we dan ook ergens binnenkomen? Ja, hier, ijzeren deur. Boven, ja. Boven. Oké, okay, daar ga ik zo meteen kijken. Oh ja, je kan daar inderdaad. Ja, daar gaan we zo meteen boven kijken. Nou, schiet eens op met die loten, man. Hoe lang doet hij er wel over? Wat met die loten, joh. Oh, zo aantrekkelijk om die wapenstok nou te pakken en bam! Ja, echt, hè? Wil je een donut? Hier heb je een donut. Oh, donut. Oké, donut. Hier.
Ja, dan gaat hij eerst eten dadelijk in plaats van werken. Dan word je er wat sneller van. Maar kijk, deze camera ook zo dicht erop hier. Ja, dat is echt vol. Dat hebben we nooit gezien. Hier, eten. Ja, dat criminele geld dat ze via de staatsloterij verdienen, dat moet goed beveiligd worden, zie ik al. Ja, hij zijn nu alle boekjes. Volgens mij zit hier gewoon een criminele organisatie achter in plaats van de staat, want het is de staatsloterij. No. Hier, nog meer donuts. Hier, smullen. Eten. Hier. Shut up, joh. Schiet eens op. Kom op. Schiet eens op. Wat is dit voor loterij? Ja. Schiet dan op, joh. Want... Prijzen uitreiken duurt zeker nog langer. Jij hebt 25 miljoen gewonnen, je krijgt het over 2 jaar. Ja, 2 jaar krijgt hij het. Smartopia is gestopt dus. Nou, dan zie ik ze nog wel vooraan hoor. Schiet eens op. Hilde, die heeft ook echt... Ja, dat is gekke haar wat hij heeft, man. Moet je kijken. Het kost heel veel haarlak, de kapsel. Ja, het zal best met, in per dag, met al het geld wat ze hier verdienen, jongen. Ja, daar gaat al het geld naartoe. Naar de haarlak voor deze jongen. Hier, eten jij. Ja, maar als je een gun hebt, dan kan je die camera in principe kapot schieten. Als je daar 1 keer op schiet. Maar dan moet je en die camera neerschieten en die. Ja, maar als je een beetje naar achter staat, kunnen die camera's je niet zien. Want die staat daar gericht. Hij gaat ook nog weg. Heel even mijn kopieermachine. Ja, wat is dit nou weer? We kunnen nu wel even kijken of we daarboven kunnen. Ga staan naar boven. Ga sneaken dan, zeg maar, ja. Ja, je hebt precies. En kijk eens boven. Kun je daar wat zien? Kantoortje zie ik. Kantoortje, maar is dat het kantoor van die baas? Ik weet het niet. Ja, ik... Komt hij al zeggen vast hij komt? Ja, ik let op. En wat zien? Oh, ik zie hem lopen. Ja, dat zijn kantoortjes allemaal. Terug. Ja. Daar is hij weer. Nou. Hij werkt bij de bank Mindtopia? Ja, zie je, ze spelen allemaal dit is gewoon echt één. Dit kan toch niet kloppen? Achteruit. Sorry hoor. Oh, krijg je mijn loten? Even checken. Dat is goed, in orde. Hier staat 777 blue. Ik had 777 blauw. Nee, grapje. Doei. Ze hebben het in het Engels gedaan. Later. Met het fancy systeem en die lichtjes gaan we aan. Waarschijnlijk gaat hij naar kantoor toe, waarschijnlijk zo. Nou, kunnen we een beetje hier gaan staan, dat hij even kijken of hij naar zijn kantoor gaat dan? Ja, oké, nu gaan we kijken. Weg? Ja. Oké. Kunnen we dan... Ja, via hier kan ik... Je hebt die gekke fitheid. Oké, ik kan hier kijken. Ja, echt allemaal kantoortjes. Maar ik weet het niet als die kantoor van de baan... Ja, laten we hier snel weggaan, voordat het allemaal opvalt met die camera's. Wacht, wat is dit dan voor... Oeh, je moet me niet invallen trouwens. Nee, ik zou je niet invallen. Oké, jij laat me weggaan. Ja, hier moeten planten komen, denk ik. Dan kom snel naar het appartement toe. Mijn god, jongen, maar dit gaat dus echt niet lukken. We hebben gewoon nu gewoon gezien dat... Dit is gewoon niet te overvallen. Ja, zonder bivakmuts in ieder geval niet. Met dan in principe kunnen we het wel doen. Maar ik vind het raar dat ze het zo goed hebben beveiligd. Ja, maar het is ook een beetje allemaal zo heel raar. Medewerkers van de bank. Ik vertrouw het ook helemaal niet. Het zal me niks verbazen als hier criminelen achter zitten. En die hele cyber-edits, misschien is dat wel een crimineel. Wie... Oh, kan je... Ja, dat is Berrius. Ik... Wie zal daar achter zitten? Ja, die cyber-credits, maar... Ja, van een belastingdienst en dan een loterij. Allemaal een beetje heel, heel vaag. Ik weet trouwens niet eens waar je bent, joh. Ja, met de ding omhoog. Hoppakee. Nou, gaan die loten die gaan we hierin duwen. We gaan zien of het... Ja, eigenlijk is mijn kans heel klein als ik het zo uitbereken. Maar hoeveel mensen zouden er meedoen? Doe eens een gok, zeg maar. Ja, de trekking was eind december, heb ik gehoord. Ja. Ik weet het niet. Misschien staat wel... Stel, er doen 500 mensen mee. Lot 5017. Het kan toch niet dat 5000 loten zijn? Nee. Nee, ik denk dat ze gewoon van een 5000 beginnen.
Ja, kan best. Misschien de 17e lot. Ik hoop dat er geen hond meedoet. En dat ik, dat, ja, nee, het maakt eigenlijk niks uit hoeveel de mensen er meedoen, hè? Nee, ja. Het gaat erom als je, dat jij de goede nummers goed hebt. Oh, hij kan ook gewoon niet vallen. Ja. Oh mijn god, dit is gewoon echt één grote scam, ja, bro, volgens mij. Ja, ik denk dat het gewoon een beetje oplichterij is. Maar goed. Ja, in ieder geval, we gaan er binnenkort achter komen. In ieder geval, mensen, bedankt voor het kijken. Vergeet zeker niet even op Bart te abonneren. Hoe heet jouw kanaal? Weet iedereen wel? Stoute Popcorn, allemaal even abonneren. En vergeet zeker niet even een like te doen. En bedankt jullie voor het kijken. En tot de volgende keer. Doei!